Het is niet koud. We gaan vandaag voor jullie klaarmaken mooie shortribs. We hebben twee mooie stukken doorregen shortribs hier liggen. Ze komen uit de borst van het rund. Zoals je ziet zit er een mooie rand vet onder. We gaan hem lange tijd, we gaan hem 7 à 8 uurtjes gaan we op de barbecue rustig aan indirect garen. Ah, dit is echt een heel fijn stukje vlees wat ruiger is om klaar te maken. Het heeft ook veel tijd nodig, heeft veel garing nodig. Het is een stuk vlees wat eigenlijk aan de borstzijdes van het rund zit, maar dan aan de binnenzijde, dus echt waar de ribbenen zitten. Ze noemen het ook wel eens flat ribs, beef short ribs. Het zijn allemaal verzamelnamen voor deze mooie stukken vlees, waar veel intramusculair vet in zit. Ook een mooie vetbedekking aan de buitenkant. Rick die gaat ze zo meteen lekker kruiden. Zo meteen gaan we ze eerst een uurtje of 2-3 langzaam roken, dat ze mooi op temperatuur komen en lekker die rooksmaak opnemen. Daarna gaan we ze lekker aanmaken met wat barbecue saus, andere lekkere nijen. Pakken we ze mooi in een aluminiumfolie en dan laten we ze gedurende rond de 7-8 uur lekker langzaam garen, zodat ze daarna mooi van het bot af zullen vallen. Ik ga de shortribs nou even mooi aan kant snijden. Als eerst zorgen we er even voor dat het vliesje er goed vanaf gehaald is. Ja, het beenvlies of het membraan zoals ze het ook noemen, dat is een hard stukje vlies wat aan de botzijde, aan de binnenzijde van het rund zich bevindt. Eigenlijk zit het in de weg, kruiden kunnen er niet goed doorheen en de garing zit het ook alleen in de weg. Je ziet zo, als je het een klein beetje losmaakt, kan je het rustig aftrekken. En dan is het gewoon een stuk makkelijker later als het vlees gaar is, want dan zit het niet meer in de weg met het aansnijden. Wat ook heel belangrijk is, is dat alle zijkantjes van de stukken short rib, dat die eraf zijn gehaald, zodat het niet droog kan worden en dat je een mooie evenredige garing hebt over het hele stuk vlees wat je gaat klaarmaken. Anders krijg je alleen maar droge verbrande stukjes en dat is eigenlijk niet lekker. Nou, de losse uiteindes kanten we er even mooi vanaf. De stukken halen we er even netjes vanaf, zodat je een mooi recht stuk krijgt. En dan ga ik de kruiden klaarmaken. Rick gaat een lekkere kruidenrub maken. Hij gebruikt diverse kruiden, specerijen om erin te verwerken. We hebben heerlijke chilikruiden, chilipoeder. We hebben komijn en lekkere dosis paprikapoeder. En om het geheel alvast mooi op smaak te brengen, gebruiken we gewoon grof zeezout. Daarvan maken we gewoon een lekker fijn mengsel. En dat kunnen we zo meteen mooi over de short rib heen uitwrijven, zodat er mooi een egale smaak over het geheel komt. Zorg ervoor dat je de kruiden goed doorhusselt, waardoor je een goede verdeling krijgt van je kruiden. Rup hem maar in, Rick. Daar komt hij. Je mag het vlees gewoon lekker grof bestrooien. Daarna wrijf je het gewoon met je hand, gewoon voorzichtig even mooi over het vet heen verdelen. Daarna dan gaan we de barbecue klaarmaken. Zetten we in het begin rond de 110 graden. Proberen 110, max 130. Dat is echt ruim voldoende om mee te roken. We hebben lekkere eikenblokken, een mooi stuk beukhout erbij. Die leggen we op de kolen en dan gaan we dat zo meteen afdekken met de pleatsetter. Daar komen de short ribs boven en dan gaan we dat geheel lekker laten roken. Nou, dat ziet er goed uit, man. Zo, de stukken zijn mooi gekruid. Ik denk dat ze klaar zijn om op de barbecue te gaan. Zeker. Ja, je ziet ook dat het mooie stukken zijn. Ze zijn om en nabij de 2 kilo per stuk. Dus daarom moet je niet te voorzichtig zijn met het kruiden. Want het heeft natuurlijk het hele geheel nodig om op smaak te brengen. Dus te licht kruiden aan de buitenkant. Zorg dat het vlees aan de binnenkant ook flauw is bij het eindresultaat. En dat is eigenlijk wat je niet wilt. Dat is zonde. Ja, dat willen we niet hebben. Nou, we gaan nu de barbecue even klaarmaken. We gaan lekker wat rookhout ertussen stoppen. En dan dekken we het geel af. We hebben hier twee mooie blokken eikenhout. Lekkere grote chunks. Goed gedroogd. Dat is het allerbelangrijkste. Het maakt niet uit of je nou rooksnippers gebruikt die je in aluminiumfolie inpakt. Of gewoon mooie brokken eikenhout chunks. Kan ook beukhout zijn. Het maakt niet zo heel veel uit. Wees alsjeblieft voorzichtig met hickory. Want dat geeft een hele pittige rooksmaak. En niet iedereen vindt dat heel lekker. Wat wij veel gebruiken is gewoon eikenhout of beukhout.
Dat is gewoon lekker, mooi milde rooksmaak en helemaal super voor eigenlijk alle producten die je wil klaarmaken. Doen de barbecue open, leggen ze er mooi tussen en dan ga daarna de plate setter erbij. Ik zal de plate setter er even bij pakken. Ik zou dat wel met je handschoenen doen. Zo, het hout zit erin. De pleetzetter komt erboven. Die zorgt ervoor dat de warmte die tegen de steen komt via de zijkant mooi omhoog komt. Je ziet al mooi dat het hout meteen mooi begint te roken via het houtskool. Het is nu tijd om het rooster erop te leggen. Dan leggen we lekker de short ribs erop en dan gaat het geheel mooi gesloten. Super, dankjewel Rick. Nou, we leggen de short ribs altijd met de vleeskant naar boven toe. Waardoor de warmte mooi van bovenaf op het vlees straalt en niet van onderuit. De warmte komt via het deksel terug naar beneden en dat is genoeg. Zo. Daar gaan ze jongens. Je ziet het rooster is mooi vol. De pleetzetter gaat zijn werk doen. De rook komt er al volledig uit. Dus dit is gewoon het mooie moment om hem lekker af te sluiten. Nou, de short ribs hebben nu 2,5 uur gerookt. We hebben een mooie buitenkant, even die rook lekker opgenomen. Gaan we ze nu insmeren met barbecue saus. En daarna gaan ze gewoon weer terug lekker die barbecue op. Gedurende nog een uurtje of 5,5, 6. Dan gaat het helemaal picobello worden. Haal ze eraf. Laat ze maar komen, zou ik zeggen. Ik zou zeggen, rub it on. Doe er lekker wat saus over. Yes, saus komt eraan. Je ziet al dat het vlees mooi optrekt van de botten. Dat trekt naar elkaar toe. Het heeft een langere structuur, het vlees. Dus het gaat lekker samen trekken. Wees royaal met de barbecue saus. Dat, zeker. Is een mooie smaakexplosie. Het geeft ook extra vocht aan het product. Heel belangrijk, dus het zeker. Dat het kookproces ook beter gaat. De barbecue saus zelf, dit is gewoon een lekkere pittige barbecue saus. Hou je nou zelf van een wat zoetige barbecue saus, gebruik die gewoon lekker. En maak het vooral je eigen smaak. Zelf in te vullen natuurlijk. Pak gewoon die jij lekker vindt en werk er lekker mee. Yes. Daar gaat ie. Super. Top, top, top. Dat ziet er goed uit. Oké. Dat is één. Komt nummer twee erbij. Kijk eens aan. Hier zie je helemaal mooi dat hij al helemaal loskomt. Helemaal super dik. En denk om die temperatuur, dames en heren. Die temperatuur moet gewoon rond die 110, 120 graden staan voor de barbecue. Kun je hem lager zetten, nog mooier. Maar 120, dat is gewoon de max wat hij moet hebben. Super. Ja, lekker dik in de saus, Rick. Hoppakee. Het is wel belangrijk om het uit te smeren met een kwastje. Als je er met een fles er dik op zit te spuiten, dan gaat het geen kant op. Dan blijft het gewoon een soort van karamel wat erop zit. Drijf hem lekker uit. Komt ie, Mark. Helemaal top. Dan gaan ze weer. Hoppakee. We zijn er weer. Hey. Short ribs. We zijn hebben ze klaar. Weer een paar uur gegeven. Onderhand. Voelen ze gewoon helemaal goed, dus we gaan even kijken hoe ver we zijn. Oh, oh, oh. Twee mooie. Kijk eens aan, daar zijn ze, Rick. Ik ga ze tevoorschijn halen, Mark. Pak eens uit. Oi, 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 oi. Ja, ja, ja. Zal ik me even optillen als jij het Ja, ik zou het heel fijn vinden als jij ze pakt. Ja, top. Gewoon net doen alsof ze niet warm zijn. Nee, joh, dat voel ik niet. Twee. Ja. Kijk eens aan. Kijk, wat je met name ziet, dat die lange ribben mooi in de lengte zijn. Dus het is een mooi egaal stuk vlees geworden. Dat is heel belangrijk. Daarvoor heeft Rick ze ook gekant voordat ze de barbecue op gingen. Want je ziet dat ze dus een mooie egale garing gekregen hebben. Ja, the moment we have all been waiting for. Oh. We gaan proberen ze aan te snijden en kijken hoe ver ze zijn. Daar gaat ie. Het mooiste is om ze gewoon eigenlijk per rib gewoon door te snijden. Kijk, en dan zie je gewoon dat hij heel mooi zacht is. Je gaat zo door het vlees en je ziet mooi die sappen helemaal vrijkomen. Dit is gewoon perfect. Voor het observeren kun je er dus voor kiezen om ze per stuk zo op een bord te doen. Mooi met decoratie erbij. Maar wat je ook kunt doen is gewoon de bordjes tussenuit weghalen. Zo. En dan kun je ze gewoon daarna mooi
Er zijn dus twee manieren om dit mooi te presenteren. De ene manier is om het gewoon aan een stuk, aan het bot zelf mooi te op presenteren. Het bord. Of het bot ervan af te halen, zoals we het hier hebben gedaan. En dan gewoon dunne plakjes ervan te snijden. Kijk, je ziet gewoon dat hij mooi, het vet loopt er mooi tussenuit, de malsheid. Je ziet gewoon hoe sappig die is. En als je hem zo mooi in kleine plakjes snijdt, je serveert hem met wat lekker gepofte aardappeltjes, lekker verse salade erbij. Mooi wijntje, lekker biertje, koning op aarde. Dan heb je een mooi feest. Dan heb je een mooi feest. Dat dacht ik ook. Je ziet ook mooi de kleur van het roken. Mooi die roze structuur aan de buitenkant. Dat betekent dat hij mooi die rook op heeft genomen. En dat is gewoon heel belangrijk. Daarna pak je ze pas in en laat je ze rustig verder garen met de eigen vocht ook erbij. En dan heb je gewoon mooi dat resultaat. Mooi die malsheid, die tenderness. En je ziet dat hij gewoon helemaal mooi loskomt van het vlies. Mark, ik denk dat het zover is. Top. We gaan het proeven. We gaan lekker eten. Juist. Lekker man. Kijk eens. Oh, helemaal goud. Super. Afgoed. Heaven.